Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP die voor omhoog en vandaag ga ik kapot met Wim en dit is niet Wim. Nee, iemand van de DZ is geheim. Ik weet niet wie het is. En dit zijn drie anderen. En ja, vandaag met deze super dikke beercat of beerkat, beercat is het, geloof ik. Hè. En die is gemaakt door gewoon Raf. Shout out naar hem. Linkje naar zijn Discord of waar die ook een shout out naar wilt hebben in de beschrijving. Anyway, ik weet niet of die met iemand anders heeft gemaakt, maar zeker ook een shout-out naar iemand die daaraan heeft meegeholpen, mocht dat het geval zijn. En wat het leuke nou aan dat ding is... Oh, dat is niet het leuke. Dit is het leuke. Kijk eens. Kijk dan. Hoppakee, laddertje omhoog. Ja, toch. Ja, boys. Doe dat maar eens na. Hoppakee. En zo kunnen we een balkon of zo op. Kijk daar, we gaan het dadelijk even gewoon voordoen, joh. Ik weet eigenlijk niet of de amigos hier in kunnen stappen, hoeveel plek er voor mijn grote vriendelijke vrienden is. We gaan naar achteren en ik weet niet waarom we naar achteren gaan, maar ik kan niet, ik kan niks. Zo. Amigos zitten. Laten we zeggen, we moeten die beste vrouw daar aanhouden. Nou, dat is wat te hoog, denk ik. Alhoewel. Kijk. Kijk. Hoppakee. Oeh, ja, keurig. En dan ga ik ze van pas boom bam en dan zo pas boom bam en dan zo. Oh, nee, niet daar weer af. Pas boom bam. Dan pakken we dit ding en dan pakken we gewoon dit ding erbij. Hoppakee. En dan gaan we zo pas boom bam en dan hoppa. Staan blijven, politie. Ja, laat je klauwen zien. Klauwen laten zien. Niet meewerken, schieten. Ja, klauwen laten zien. Op knieën. Op je knieën. Meewerken. Nou ja, we gaan gezeik. Bam, 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 bam. Ja, keurig. Ik ben aangehouden. Citizens report on. Oeh, die gaan we aan. Vespucci Boulevard. Ja, gek. Oké, doei mevrouw, was gezellig. Tot de volgende keer. Joe, joe, daar. Waar zijn mijn collega's? Oh, die komen niet toe. Kom hier. Oh, wacht, dat ding dat gaat niet meer omlaag. Ja, keurig. En bestaat het ding echt? Ik geloof het wel. En anders bestaat hij niet echt en is dat alsnog een super groot voertuig. Zo, sla mijn raampje maar in hoor. Ik mis er een, hè. Zit hij nog steeds achterin. Nou, misschien zijn we met z'n drieën, misschien zijn we met z'n vier, ik weet niet. Wat ik wel weet is we gaan een drugsdealer aanhouden. En is dat nou echt de taak van de DZ en laat staan helemaal met een beercat? Nee. Dat is het niet, maar is het wel leuk om hiermee op te nemen? Ja, dat is het zeker. Oeh, dat ding gaat snel. Dat is het zeker wel. Gaan we dat ding aanrijden? Ja, misschien wel. Moeten we wel een beetje rekening mee houden dat we nu een ladderwagen soort van zijn. Dat steekt iets vooruit. Maar ik kom er maar af. Dat is een geinigje. Dan ziet die gozer... En hij is een beercat op hem afrijden. Hey, wat is dit nou jongen, je cabrio? Oh, 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 oh. Keurig, keurig. Oh, oh, oh. Yes, kijk hoe het hier. Overheid betaald schade. Ik zie hem in een lijkwagen. Ga je dat weer krijgen? Maar dat is ook wel logisch, want... Het busje Speedo, dat is een standaard GTA busje, dat is echt zo'n drugsdealers busje. En die heb ik vervangen voor de lijkwagen, dus het is niet heel onlogisch dat continu bij die melding een lijkwagen rijdt. Het is natuurlijk wel dat je met een vrachtwagen zit te achtervolgen, hè? Dus hij gaat er wel vandoor. Oh, we hebben trouwens ook een stop erop. Kijk daar. Zie je? Daar. Gekkie. Weet je wie deze hier achter je aan hebben, hè, vriend? Met een beercat.
Ja, dat ding gaat best wel snel. Oh, zee, we hebben een achtervolging. En toch maar even ook wat noodhulp erbij. On, South Rockford Drive. Copy that, dispatch. Animals on the loose. Dispatch, we have the suspect in sight. The suspect headed onto the freeway. Nou, dan gaan we wel heel snel. Ze zijn verongelukt. Oh, ze zijn verongelukt. Nou, toch niet. Oh, toch wel. Ja, toch niet. Nou, toch wel. Nee, toch niet. You can run, but you can't hide. Dat dacht ik toch. Hallo. Oh, daar is het. Wacht even nou. Attention, this is dispatch. Deed ik dat ook alweer? Er zijn geen eenheden meer nodig. Met de L toch? I. O. Het kwam wel net even in beeld. N. En ja. Ja, oké. Okay. Oké, doei. Attention all units. We have a suspect on the run in Pacific Bluff. Nee, die gaan we niet tegen. Oeh. Jawel. Oeh, we gaan naar huis binnenvallen, gek. Ja, nice. Let's go, boys. En ik ken dat huis. Ik ga via de achterzijde zo naar binnen en dan zet ik daar mijn laddertje neer. Oh wacht, jullie zitten achterin nog niet natuurlijk. Assistance required in, wel even deze melding netjes afronden, oftewel een transporteenheid laten komen. Als een klein kind rij ik op dat huis af, wetende dat we daar een zieke inval gaan doen. Ja, ook met flashbangs eigenlijk. Die heb ik. Ook al zijn eerlijk flashbangs. Normaal gaan dit soort invallen. Die persoon die wordt gezocht voor blijkbaar iets ernstigs, want wij worden opgeroepen. Of ik maak er iets ernstigs van omdat ik er graag heen wil. Gebeurt dat natuurlijk om 4 uur 's nachts of zo, als zo iemand waarschijnlijk nog in zijn bed ligt. Maar goed, nu doen we het lekker om 1 uur 's middags of zo. Dat was een slecht ingeschat bochtje. Maar de bedoeling was goed. Het nadeel is een beetje dat, dat weet ik ook al, dat wist ik al vanaf het begin, dat deze woning, dat je die niet zomaar kunt betreden. Je moet waarschijnlijk via zo'n klein dingetje moet je dan naar binnen en dan spant hij je in een woning. Het is niet dat je direct de woning in kunt lopen. Zie je, dat is namelijk dit huis hier. En je ziet niks bij die ramen. Dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. En die gaat rennen, hè? Je weet dat we er zijn, hè? Want die loopt te rennen. Ook kan ik dat officieel niet zien.
Hoe wil je een Bearcat kapot maken? Dan denk je alles gehad te hebben, alles te kunnen en dan zit... Oh my god, zet jezelf vast, hè? Besef even. Why you do this? Hoe gaan we dit oplossen? Dit gaan we niet kunnen oplossen. Heren. Inval, inval. Oh, sorry. Daar kwam bloed uit. Ja, hun hebben hem gezien. Spring nou, meneer de DSI. Oh my god. Moet hier dan gewoon aanbellen. Ding dong. Kijk hem dan. Kijk hem dan een vuurwapen op me richten, gekkie. Kan dit zo? Blauw zien. Oh. Wow. Hold up! Oh, daar zijn ze. Hallo. You sorry piece of crap. Stop het. You douche lord. Wat wil je nou doen? You little dick. Police! Stop whatever the hell you're doing! Dan moet je mijn collega's ernaast staan. Hij heeft ze niet over, hè? You idiot. Deze. Oeh, dat was close. PD, don't make me shoot ya! You piece of crap. Wat probeer je nou? Stop! Police! Moron. Ik kan me niet aanhouden. Nou wacht zo. Police! Kan ik stop whatever the hell you're doing! Niet op de E drukken en arrestpunt. Zal ik eens proberen? Hij schiet ook gewoon niet, hè. Moet kijken. Je bent aangehouden. You're under arrest, you nee, niet mijn collega. You little shit. Nee, stop nou, wat ben je nou allemaal aan het doen? Nou, dit gaat helemaal fout. You sorry piece of crap. LSPD, don't make me shoot you. Hij wil niet meewerken aan controles. Oh, ik ben beschoten. Oké. Okay. Nou, dat was de beste inval ooit. Zo, back in action. Daar zijn we weer. En we gaan even kijken wat we nog gaan meemaken. Ja, die melding was een beetje vaag. Want ja, jullie zagen het uiteraard. Maar ik kon hem gewoon niet aanhouden ofzo. Ik was inmiddels bezig met mijn collega's aan te houden. In plaats van die man. Citizens report. Medical aid requested. Ja, dat is geen melding voor ons. Canyon. Dus dat was wel een beetje jammer. De Bearcat zat ook vast. Maar ik moest ook er vandoor. Ik had... ik weet niet meer... Wanneer ik het erop had opgenomen, dus in ieder geval een paar dagen later, dus een weekend aan voorbij gaan. Maar in ieder geval, ik moest weg, dus ik moest sowieso ook stoppen. Maar goed, die melding was dus leuk. Ook wel een melding voor de DSI, maar hij pakte wat minder goed uit. We've got at the... This is Bobcat 4, we're in route. Dit is wel iets voor ons natuurlijk. We gaan naderen. Ik weet dan niet of deze dit normaal met schild doet of met zwaardere wapens. Ik denk ja, met zwaardere wapens. Dan moeten we even... Nog semi-auto moeten we hebben. Zo. Daar ligt al één gewonde, één slachtoffer. Nee, ik ga wel met schildje. Hun pakken maar die zware wapens. Ook al doen ze dat niet, maar...
Roger that, we're on our way. Politie, maak jezelf kenbaar. Ik weet niet wie de daders zijn. Nee, wat doe je, collega? Nee! Heb ik zijn teargas? Ja, die heb ik. Tjapauw! Tjapauw! Wat daar? We gaan naderen, laat de wapens vallen. Ja, ik kan zo niet naar binnen. Het is weer een standoff zoals net in, die, in dat huis. We hebben wel een collega gewond. Stoppen! Ja, oké, nu raken we gewond. We hebben dat gas een beetje verkeerd gegooid. We gaan er nog in gooien. Maar dan naar achteren. Nee! Oh wacht, er staat nog een slachtoffer. Dat is niet zo mooi. Of in ieder geval een onschuldige burger. En klauwen zien. Hoeveel zijn het? Er zijn er 3, hè? Wie schoot daar? Waarom schieten we? Oké. Nee, nu heb ik die vrouw geraakt. Oh my god, dat zijn echt de slechtste die je ziet. Collega! We gaan naar binnen. Wapens laten vallen. Staan blijven. Mevrouw. Weg hier. Ook weg hier. Oh wacht. Oh shit. We zijn nog iemand kwijt. Waar is mijn bearcat heen? Heeft hij mijn bearcat gehad? Wajo. Ga er achteraan boys. Uitstappen. We gaan naderen. Clear. Zo, dat was met inzetje wel, maar we zijn ons beercut kwijt boys. Zien we hem ergens rijden? Nee. Oké. Okay. Nou, we gaan even terug. Het was weer echt perfecte DayZ inzet. Dit is volgens de boekjes gegaan. Hier hebben we dus onschuldige slachtoffers. Ambulance, assistance required in Rockford Hill. En schuldige slachtoffers. Ah, die vrouw die had er niks mee te maken, maar dat ik wel even. Alright, off you go. Weet je wat grappig is? Misschien hoort ze er wel bij, hè? Dat weten wij natuurlijk niet. Maar ik had er neergeschoten. Ze bloedt. Ze bloedt, hè? Ja, ze bloedt. Die kiept zo om, denk ik. Zie je? Dat is wel geinig om te zien. De kans is aanwezig dat ze dadelijk in elkaar stort. Omdat ze bloed verliest. Omdat ze dus is beschoten door mij. En dat heb ik ook echt gedaan. Per ongeluk. Maar, hè? Maar je weet je ook nog zou kunnen doen met die bearcat. Wacht, wie ben jij? Kun jij het pand verlaten? Wow, hold up! Dat is weg, ja? Go on. Hey, hier komt. Dat is een PD vriend. Wat je ook nog zou kunnen doen, maar dat zouden ze niet hier doen. Met die bearcat naar binnen rijden. Een soort van. En wat je dan zou doen is die deur eruit rijden en dan denken we van what the fuck gebeurt hier en dan met schild en een ander team rent dan naar binnen. Heb ik eens gezien. Niet bij een overval, maar bij een gebouw of bij een woning reden ze een keer, dat was de laatste video van november 2020 of zo bij landelijke eenheid. Moet je mij hebben. Bij landelijke eenheidkanaal, politie landelijke eenheid, daar zag ik dat ze met zo'n bearcat zo'n woning binnenreden en dan gingen ze daarna naar binnen. Allemaal op het gemakje. Maar dat was wel geinig om te zien. Wat ik hier alvast ga doen, is een lijkschouw vragen. Zo. Dan gaan we weer een bearcat inspannen. En dan gaan mijn collega's alvast vragen. En dan wordt het hier allemaal verder opgelost. Dan horen we wel als we aan het rijden zijn een paar foto's die worden gemaakt van iedereen die het niet heeft gered.
Maar goed, dat... Dat hoort er maar even bij. Dus we gaan met z'n drieën verder. Citizens report, we've got a disturbance. Attention all units, we have a suspect on the run in Strawberry. Ja, te kneef. Maar weer een woning binnenvallen. En nu gaan we dat echt goed doen, dames en heren. Ik heb geleerd van mijn fouten. Maar dit is geloof ik de woning van Franklin. Toch? Nee. Ja, ja. En daar kun je zo naar binnen. Daar hoef je niet... Ah, denk ik. Daar hoef je in principe niet... hoe heet het te doen? Via zo'n animatiemenu naar binnen. Denk ik. Waarom hebben we geen proximity mines? Gaan we die deur opblazen en dan naar binnen. Sticky bomb. Nee, sticky bomb. Proximity mine gaat automatisch af. Dus daar hebben we bij beweging, dus daar heb je nog niks aan. Want dan moet je die deur laten bewegen. Of iemand moet er langs lopen. En dan, ja, dat is natuurlijk gevaarlijk. Kijk, iedereen is dood. Shot by rifle, dat is mijn collega. Ja, dat dacht ik al. En de rest is shot by handgun. Dat is allemaal door mij. Wacht, wat? Oh, daar heeft één iemand het overleefd, zo te zien. Want ik had diseased 3. En er waren 3 daders en 1 collega. Dus dan zou één iemand het moeten hebben overleefd. Die woning naderen. Dat doen we rustig. Dan zie je. Dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Maar kijken we nu via een raampje of via dingen waar we door kunnen kijken of er al iemand in de woning is? Kijk eens naar achter. Hoe laat ik dat ding alweer ontploffen? Naar achteren. Boys, naar achteren. G, geloof ik, hè. Kaboomba. Deur is vast wel open. Politie, politie. Maak dat bekend. Politie. Laat de wapen vallen. Laat hem afvallen. Laat vallen. LSPD, don't move a muscle. Laat vallen of er wordt geschoten. Geen gehoor. LSPD, don't make me shoot you. Nogmaals, wordt geschoten. Waarom kan ik zo iemand niet aanhouden? Kijk dan. Oké, die schiet hij wel terug. Dat moeten we niet hebben. Stop nou. Kijk, ik kan de E indrukken wat ik wil, maar... Stop! Suspect neutralized. Er is dus geen andere optie of zo. Oké, oh wacht, we hebben de rest van het huis niet gebreached. Die deur is mijn collega al naar binnen geloof ik. Hier is niemand. Hier zit gewoon geen deur. Oh ja, wel. Achter de deur, hallo. Clear. Oké. En deze deur hadden jullie vast al gedaan. Toch? Ja, toch. Oké. Weet je, ik kon best die deur of die bom op die deur gooien, maar wat je dan krijgt is dat ja, een beetje onlogisch. Want dan, kijk, die deur is dan dicht. En doe je zo. Oh, dat werkt perfect. Ik dacht dat die deur dan open ging. Kom boys, het is klaar hier. Terug naar onze bearcat.
spot a suspicious person in Los Santos International Airport. De boom weg, ja, de boom is weg. All units, we've got an ambulance requested. Doe nou in niet. Units mag je niet racen. Zullen we nou even kijken of we een melding kunnen krijgen die we have a 415 echt bedoeld in is. Rancho. Units ja, echt bedoeld. Waar we echt die Bearcat kunnen inzetten. Nou wacht, ik sta hier lekker te wachten, maar het staan gewoon geparkeerd hier. We've got a 415 in Davis. Units respond code 2. Nou, deze ga ik wel naartoe. We zijn even het QRT. Er wordt een bedreiging met een mes gedaan of daadwerkelijk wordt er gestoken met een mes. Hier is al gestoken. Staan blijven. Staan blijven. Maar verdomd de moeilijk eigenlijk dat schieten zonder dat stippie. LSPD! Don't make me shoot you! You done lost your fucking mind! Stop blijven! Stoppen, 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 stoppen! Geeft het nou aan mij of kan ik zo iemand gewoon niet aanhouden? Ik wil net zeggen. Er komt een tram aan, hè? Oh nee. Oh. Oh. Sorry. Ja, sorry. Zijn eigen schuld. Maar ja, ik richtte het wapen. Of ik keek of er een tram aan kwam. En dan stopte de animatie voor het arresteren. Nou ja, toen schoot ik. Hey, goed. Ik vind het goed geweest voor vandaag. Ik ga het bedanken voor het kijken. Of je een leuke video vond. Ik zie je graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat dat gaat zijn. Geen idee. Gewoon wel lekker ouderwets. Even noodhulp, denk ik. Maar jullie gaan meemaken. Ik denk dat mijn collega wordt aangereden door een tram. Maar nee, net niet. Tot de volgende keer. Joejoe.